En welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb net gedoucht. Er is allemaal shampoo in mijn ogen gekomen. Vandaar dat ik rode ogen heb en dat haar. En ik ga naar beneden. Sander heeft Olivia aangekleed. Ik hoor haar huilen nu trouwens. Maar die zei dat ik niet mocht zien wat ze aan had, omdat het een verrassing was. Dus let's go. Nou, Olivia is gekleed in een sterretjesbroek. En Sander had er ook hele mooie puma's aan gedaan. Ze is haar avocado boterham aan het eten. Hi San. Vind je blouse zo mooi? Oh, de pioenen zijn echt helemaal op. Kijk. Zoals net. Alright. Ik ben aangekleed. Mijn haar half gefund. En ik heb mijn Tommy Hilfiger jasje aan. Denim. Dit shirt van de H&M. Levi's broek. En mijn Gucci schoenen en mijn Gucci tas. En ik ga natuurlijk alles hieronder linken. Wat ik aan heb. Deze oorbellen zijn van Ezels volgens mij. En ik ga geen make-up opdoen, zoals jullie nu zien in mijn dagelijkse vlogs. Vandaag ik 2 dagen per week make-up, maar dat is beter voor mijn huid. Dat ik geen make-up opdoe. Dus, let's get the baby and go! Wij zijn bijna in Twente. In Borne, precies te zijn. Waar jouw vader woont. Sommige mensen komen uit Borne. Die de vlog volgen weten toevallig, want ik krijg daar wel eens comments over. Maar jij hebt daar toch nooit gewoond? Nee. Alleen in Almelo, toch? Ja. Ook niet daar buiten in het dorpje? Nee, ik heb, ben begonnen met DJ in Frieseveen. Oh ja. Dat ligt vlakbij ja. Almelo. Daar kan ik zo meteen wel even mee naartoe nemen. Dan gaan we daar heel veel zin in. Voor de discotheek Bar Dancing 65 staan. Ja. En dan zie je de Stomping Grounds. Ja, ik denk het wel. Op het Westeinde in Frieseveen. Okay. School of Hard Knocks. Daar heb ik echt leren DJ'en. Ja, was je toch ook MC? Nou ja, MC. Op de avond aan elkaar? Ja, maar dat deden DJ's vroeger. Oude DJ's die praten hun platen aan elkaar. Dus ongeveer wat nu weer zo is, zeg maar. Ja, ja. Niks verandert echt eigenlijk. Nee. Nou, we gaan het even doen. Ik heb echt een droge keel van deze auto. Echt niet normaal. Jij ook toch? Ja, dat komt er echt niks in. Ik zou echt bijna Olivia's fruit ook opdrinken. Maybe I should. Maar we zijn wel bijna. We zijn er bijna. Noor en ik hebben een enorme discussie over vroeger en nu. Noor vindt dat de wereld helemaal veranderd is. En ik. Oh jee! Oh jee! Ik vind het allemaal wel meevallen. Hallo meisje. Was je lekker wakker geworden? We zijn er bijna bij opa. We zijn bijna bij opa. Hallo. 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 Oh, Olivia is een beetje chagrijnig. Die denkt, waar ben ik? Ik word wakker. En waar ben ik? En waar zijn papa en mama? Maar die zitten voorin. Even een kusje uitdelen achterin. Olivia, kom je met mama en papa ook mee? Olivia. Ga je mee, schat? Oké. Oké, doei. Doei. Doei, doei. Doei. Gaat daar zo naar binnen hoor. Nee hoor. Zo. Nou, Olivia is opgehaald. Is dat lekker dit even? Nee, oh my god. Kom. Wat zie je allemaal? Meeuw! Oh, wat lief zijn deze allemaal.
vindt ze eng. Vind je het spannend, Olivia? Kom maar. Nee. Een babygeit. Kijk. Hey, Olivia. Dit weekend is het Afrika Festival in Herne. Oh, wat leuk. Dat is een in Nederland uniek festival. Want? Allemaal Afrikaanse bandjes en zangers en zangeressen. Wat leuk. Ja. Hey Noor. Vond je het leuk in het land? Ja, ik vond het heel leuk. Mooi dorp, hè? Ik vond het niet voor jou. Klopt. Dit dorp is echt super. Kijk, de dorpspomp hier rechts. Hup, ja, vasthouden. En nou is de grote vraag. Doet hij het dan? Wij zitten weer in de auto terug naar Amsterdam. En ik heb net geslapen. Hoe lang heb ik geslapen, denk je? Half uur? Half uur. Ik hoor inderdaad. En nu wil ik een koffietje halen. Ik ben zo lui en moe. Ja, ik wil een frisse lucht van worden. Ja, dat zou best eens kunnen. En even geen prikkels. Ja. Dat je dan meteen instort. Geen telefoon. Geen ruzie met je vriendje. Mijn lieve Olly slaapt toch steeds. Gewoon een normale luie zondag. Ja. Geen dadelijk meer liever. Oh, dat is gaaf. Anywho. We are going back to Amsterdam. Oké, we zijn weer in Amsterdam. En we hebben Starbucks gehaald. Daar hadden we super veel zin in. En we gaan nu een nieuwe iPhone. Woe! Een nieuwe iPhone kopen voor mij, want mijn is kapot. En I need a new one. Olivia is de hele mediamarkt aan het doorklimmen. Ik ben weer thuis en het is echt packing chaos. Ik weet echt niet wat ik moet inpakken. Ik ben even casual en dressed up outfits aan het inpakken. Ik heb deze net aangedaan. Ik zal een linkje trouwens naar dit pak. Dit is echt best dungery ever. Zal ik hieronder posten. Dit was meer voor casual bedoeld. En Sander en Bibi gaan mijn nieuwe iPhone klaarmaken. Dus ik ga hun even de vlogcamera geven voor de iPhone unboxing. iPhone 7 Plus. Papa. Yo. Vertel eens wat wij gaan doen. Ik ga de iPhone van Noor eventjes vol met datapompen. Basically. Ik ga de iPhone van Noor bezwangeren. Met zichzelf, met haar eigen data. Oké, nou. Alright. Maar dan moet ik eerst even weten waar Noor. Noor! Ja? Waar heb jij je telefoon ge... Vinden jullie dit een leuke outfit? Zeg eventjes mensen. Is dit een leuke outfit? Ja, wat vinden jullie ervan? Ik vind het superleuk. Ik vind het ook leuk. Ik vind misschien die tas, dat kan misschien iets anders. Misschien andere schoenen. Die schoenen wel echt leuk. Dat is wel het leukste van de auto. Ook. Toevallig. Welke tas dan? Zijn je andere tas? Oké. Andere tas, misschien. Nee, doe maar niet. Dat is wel goed uit. Sorry. Andere tas? Oké. Oké, ik ga beginnen met de telefoon zelf eruit halen. Maar wij hebben toch telefoon van Noor nodig? Ja, waar is je telefoon Noor? Waar is jouw backup? Ik weet niet. Oh my god, hij is zo stuk Noor. Dat is echt niet normaal. Komt er mijn nieuwe hoesje. Die moet je echt... Hij kan hem niet eens op straat laten vallen. Hoe dan? Hoe? Hij is letterlijk een klein stukje gevallen. Dat ik echt ik had een keer, toen viel hij zo hard op de grond. Dankzij mijn hoesje, volgens mij was het van Skinny Dip. Maar in ieder geval, zo ziet Noor de telefoon er nu uit. Ik weet niet of je het kan zien, maar... Nee, ik kan het niet zien. Maar ja. Oké, ik ga hem weer uithalen. De telefoontje. Ga je helpen, papa? Ja, sowieso. Ik moet alleen, als hij zo meteen eruit is... Geef mij even die telefoon maar. Die oude, ja. Dankjewel. Ik moet heel eventjes een oplader pakken. Oké. Ik vind het altijd echt heel leuk om te doen. Aan deze schoenen kunnen we niet, hè? Even
kijken. Oh, Noor is zo mooi. Ja, nee, niet. Ja, ik weet niet. Anders kom ik even. Mooi. Dus dit is deze kleur. Ik vind hem echt heel mooi. Hey, ligt het aan mij? Of is deze langer? Nee, het ligt aan mij. Oké, dom. Oké, we hebben nu ook het hoesje erop gedaan. En ik weet niet wat dit is, maar het is nieuw. Oké, dat is niet zo goed. Ja. Ja, ik vind het echt raar, dit ding. Ah, zo kan je het weghalen. Wij liggen lekker op de bank. En San is mijn telefoon. Kerststaartje zien. Je haar is echt lang. Ja? Ja, heel lang. Nou, niet van dit kapsel ziet er niet uit. Dit kapsel niet. We zitten op de bank en we zijn nu naar het nieuwe album van Lani aan het luisteren. En San is mijn telefoon aan het stuk zien. Dit is mijn nieuwe. Die gaat hij straks doen. Ik heb er echt zin in. Nieuwe telefoon. Met een betere camera. Dus dat is ook mooi. Misschien worden mijn Instagram foto's wel mooier. Maar de meeste van mijn Instagram foto's waren al genomen op een iPhone 7. Want Sander had er al één. Dus we namen eigenlijk altijd alle foto's op zijn iPhone. En niet op mijne. Dus ja. En ik krijg nu deze. Ja, Bibi krijgt mijn oude. Je moet alleen echt alleen een ander. Alleen is het echt zo. Ja, die borst ga ik eruit halen. Die had ik wel laten zien. Ja, kom. Komt helemaal goed. Oké, guys. Ik lig lekker in bed. En ik ga slapen en de vlog afsluiten. Het gaat zo snel nu elke keer die vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie alle vlogs leuk vinden tot nu toe.